Op dinsdagmorgen 29 november heeft een lijnbus in Eemdijk zich klemgereden in de gelijknamige straat. Alleen het middelste wiel draait met gasgeven. Alleen, dit wiel zweefde boven de weg. Voor de buschauffeur was het voor het eerst dat hij deze dienstregeling reed. Hij betreft een dienstregeling die scholieren naar de middelbare school in Nijkerk brengt. Het lukte de buschauffeur niet om de bus weer aan het rijden te krijgen. De busmaatschappij heeft daarom een technisch persoon laten komen. Er werden vele pogingen gedaan om de bus weer aan het rijden te krijgen. Ook inwoners van Eemdijk kwamen helpen. Zo werden pallets gebracht om onder het wiel te leggen. Dit had allemaal weinig resultaat. Buurtbewoners hadden toen geregeld dat er een trekker zou komen om de bus los te trekken. Intussen was ook een monteur gekomen. De monteur had houten spietjes meegenomen. Met de houten spietjes lukte het om de bus weer in beweging te krijgen.